waar was Shannonelli? Uh, waar was die? Ik, kijk, ik snap de humor ervan. Ik kan er wel om lachen. Alleen inderdaad, je hebt net je wereldtitel verloren. Wie gaat Marab verslaan. Er is maar één iemand die Marab gaat verslaan. Ik snap heel goed, persoonlijk, dat Dana hem niet tekent, man. Omdat. Dat snap ik dus ook. Michael Chandler, je hebt eindelijk besloten om te gaan vechten. Wat prettig dat je dat hebt gedaan. Gewoon eerlijk, ik ben niet echt enthousiast over deze partij, man. Ik ook niet. Kijk, ik ben blij dat hij gaat vechten, maar ik ben het er niet mee eens dat deze partij nu in één keer zoveel waarde krijgt. Smash boy, is yes, welkom alweer in een nieuwe aflevering van Buitenkooi de MMA-podcast van Nederland. Um, we zijn terug met een review. Met betrekking tot UFC Notje, Notje UFC, Riyadh Season. Ja, man. Veel verwachtingen van dit event. Um, en ik zeg heel eerlijk, ik kan begrijpen, want ik op Twitter lees je natuurlijk alles, dat de mensen die in het stadion zaten, dus in de sfeer, dat die het, dat die het een geweldige sfeer vonden. Thuis ah, kreeg ik er iets minder van mee. Ja... Gaan we gelijk de, erin starten? Ik wil even eerst even beginnen. We zitten weer hè, in het mooie Nijmegen in uh, onze studio. Bro. <laughs> we zitten weer in Nijmegen in onze mooie studio. We zijn weer naar dit, uh, eenmaal hier naartoe gereisd voor deze mooie review, dames en heren. En we hebben er weer veel zin in. Gisteren natuurlijk een knal, uh, knalle kaart gaan, zoals Ami zei, UC-notje. En ja, gelijk om te starten over uh, het evenement. Ik ben het met je eens. Dus je, je kijkt natuurlijk naar die, naar die gevechten. En wij krijgen niet echt mee wat er gebeurt met de walkouts en uh, ondertussen al die transities. Maar van wat ik heb gezien op, op Twitter, zag het er wel echt extreem dik uit, man. Ja, man. Echt gewoon <coughs> belachelijk, zeg maar. Het, wat Dena zei, heeft hij wel waargemaakt, vind ik. Maar ik was er natuurlijk niet. Maar van wat ik zag op, op Twitter, ik was echt verbaasd dat ze dat uh, hadden neergezet, man. Eens, want ze hebben, ze, maar ja, wat ik zeg, want overal lees ik, en zelfs Ariel Helwani, hè, dat is misschien wel de grootste hater van Dena White... Ja. Die was zelfs lyrisch over de sfeer. Ik vond het ook bijzonder dat hij er mocht zijn man. Normaal mag hij, hij is niet meer bij UFC events, toch? Normaal? Maar volgens mij nu via Yahoo Sports. Hij, heeft een, hij, heeft, een, iets. hij heeft een nieuwe show gestart. Ja. Maar ik weet niet wat, wat hij daar dan deed. Ik heb hem niet gezien. Ja, ik zag op zijn uh, Twitter uh. in ieder geval dat hij er was. Ah, je zag gewoon met die walk-out sowieso, zag hij al heel dik uit, maar ook die kleine films tussendoor, in die sfeer, zeg maar, plus die achtergrond, achter de kooi. Hoe ze dat hadden neergezet met, met, met dat vuur en dat oude. Ah, Die gewoon... drones iedere keer. Shhh. Ook dat zeg maar. Maar gewoon hoe het helemaal eruit zag. Was gewoon uh, echt top man. Ik, uh, met, uh, complimenten naar Dena. Hij heeft waargemaakt wat hij zei. En, uh, complimenten naar het productieteam. Man. Ja, echt heel ziek hoe ze dat, hoe ze dat <laughs> hebben neergezet man. Echt belachelijk. En de gevechten hebben ook geleverd man. Eens man. Toch? Eens. Kijk. Het was niet een tien. Dat zou ik niet geven. Nee. Maar. Ja. Het was een gevaarlijk goede kaart, uiteindelijk. Ja, vooral als je, denk ik, ik heb het niet van begin tot eind gekeken. Maar als je daar gewoon zat en je begon ook gewoon met die prelims. En je bouwt zeg maar op naar het main event. Ja, dan had je echt wel een hele zieke avond, man. Zeg maar, als je kijkt hoe de eerste paar gevechten gingen. We kunnen er gewoon gelijk induiken, man. Ja, man, let's go. <coughs> beginnen we gelijk met Cheeweewees. Yes, dan gaan we gaan gelijk met hem beginnen. Ik pak hier even de kaarten bij dames en heren. Daar is hij. Raúl Roses Jr. Tegen. Maar waarom is zijn naam zo raar gezet nu? Oh. Auri Kilang. Auri Kilang. Ja, geen spaties ertussen, Maar. Tjiwiwi's. Ja, man. Had gewonnen. Hé, hey, en ik zeg je eerlijk, Raúl Roses Jr. is pas 19, oprecht. Ja, man. Dat is wel bizar. Het is bizar, het is bizar als je over nadenkt. Um, Plus zijn ja. tegenstander even aan het kijken, man. Zijn tegenstander, ik heb hem wel eens voorbij zien komen bij uh... Zudos en video's, omdat hij traint bij uh, fuck, weet je, gym Jimmy Phoenix ook weer. Fight, fight ready. Dit is ook gewoon niet zeg maar een ken, weet je wel? En Robles, Junior uh, bent deze partij gewoon duidelijk. En ik ben oprecht wel onder de indruk van hem. Maar zijn grappling is ook gewoon goed man, zeg maar. Oh fuck. Maar sta staand is dus hij niet hè? Het grootste talent. Maar 19 jaar en hij kan dan gewoon deze ufc vechters eruit, ja, gewoon dominant winnen. Oprecht, uh, ik denk dat Raúl Rosas, ondanks alle grapjes om hem heen en dat hij... Uh, met die kind die 3D komt tegen je gezicht. Past ik, wel bij de sfeer? Denk ik oprecht wel, bij deze, dat Raúl Rosas junior een contender kan worden, man. Oprecht, 19 jaar, een, gewoon zo'n goede baas als ik grappling. Neem deze man gewoon serieus, dat is mijn punt. Eens, eens. Hij begon natuurlijk wel een beetje eh, met die Ultimate Sterling toe, dat soort dingetjes. Hij begon... En vervolgens verliest hij dan. Uh, maar ja, nu weer gewonnen. Uh, hij zei wel iets wat mij verrast: hij wil op zijn 25ste klaar zijn met de sport. Zeiden dat? Ja. Hij had gezegd: uh, Ik wil de jongste UFC Champion ooit worden. En daarna wil ik op mijn 25ste klaar. Ja, hij heeft nog zes jaar. Dan heeft hij gewoon nog een carrière van. Ja, hij heeft nog zes jaar. Dat is belachelijk. Hij is 19, man. Ik vond het wel jammer dat hij om een ranked opponent vroeg. Ik denk, doe nou goed ja, ja, juist. Eens, man. Want die Benton weet je precies echt geen grap. Als ik hem erbij pak. Ja, kijk wie Op 13 heb je Jonathan Martinez. 14 Dominic Cruz. 15 Montel Jackson. Kyler Phillips op 12. Mario Batista op 11. Boda. Dat zijn wel gewoon killers. Je moet gewoon. Blijf daar vanaf. Zeg die mannen dat ze rustig moeten blijven. Ja, oprecht, man. Van, je hebt talent. Je hebt potentie. Neem goede tijd. Eens, man. Eens. Ja. Jammer. Wat maar, hé. Hey, complimenten naar Raul Roses Jr. Zo. En ook gewoon zijn chiwi's. -ui ook dat. Had je dat ook gezien hoe iedereen dat zei? Die, uh, in die uh, upcoming in de fight week gingen jullie toch vragen aan Ortega aan Marab oh, niet gezien, en Maroni. Zo, so, maar. Maar Robsen, chiwiwi was wel. Zo. Uh... So, dat doet hij ook wel goed. Beetje marketing erbij. Uh, yeah. uh, echt nice, man. Ja, dan deze knaller. Ja, man. Ik heb nog nooit zoiets gezien, uh, denk ik, met die... We uh, hebben het over Edgar shires tegen yeah. Joshua Fan. Ja, ik, was niet, ik ben niet zo fan van hem normaal. Bro, dit, dit gevecht... Maar het was echt wel een leuk gevecht. Ja, man. Voor, uh, het, nee, is het is geen fight of the night, hè? Nee, geen fight of the night. Had zomaar, had of the of the kund, the had zomaar. Veel snelheid. Veel snelheid. Ook een, bepaalde, een bepaald stuk in het gevecht. Dat gewoon... Die Edgar Scheiders was gewoon helemaal aangeslagen. Yep. Hij pakt gewoon de kooi vast met één hand. Wat gewoon niet mag. En hij gooit gewoon een spinning backfist. En die Joshua fan raakte gewoon aangeslagen. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. Als je het niet hebt gezien, check, check die it. partij terug, ja. man. Ja, verder niet heel veel te zeggen, man. Joshua Fan pakte win. Ja, het was, was een leuke partij. En Flyweights, man. mensen zijn vaak negatief over flyweights, maar het gaat wel snel, man. Flyweights, ik heb niet vaak een saaie flyweight gevecht gezien. maar Manel kaap Kaif is een goed voorbeeld. Maar verder, Je ziet niet vaak saaie gevechten bij de flyweights, en dat maakt het voor mij ja, gewoon wel een mooie divisie. Het zijn, niet, ja, het zijn misschien uh, niet zoveel finishes, maar. Ja. Dus dat. Volgende. Performance of the Night. Ja. Ket-Lens Sousa? Ja. Oké. Okay. Ja, trouwens, ik verder. snap het wel. Als ik kijk naar de. Ja. Uh, naar, naar de wie anders een, een performance of de night bonus zou moeten krijgen. Ja, ze, 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 ze heeft, een, heeft een upset neergezet. Uh, slaat Jasmine naar de grond. Choke haar daarna. Bewusteloos. Inderdaad, gewoon eigenlijk beter dan wat kon ze niet doen. Dus. Weet je wat, prima. Papa, night bonus. Ja. Weet je? Verder. Dit was ook wel een dik gevecht van ik. In wow. het opzicht van dat ik zat. Uh, uh, op aanraden van jou, Belal maar met bij Joe Rogan te luisteren. En die zei al, Ignacio Bahamondes, 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 whatever, heeft misschien wel beste boxen stand-up van de UFC. Dat heeft Balal heel veel geholpen in zijn uh, uh, voorbereiding op de Leon Edwards fight. Ja, hij levert wel. Inderdaad, kijk, zijn bracket in de UFC is niet top. Want ik had toen ook gedacht van, oké, okay, is hij echt zo goed? Geen naar ze bracket oh. kijken? Uh, ik pak hem hierbij, erbij, dames en heren. Ja, begon die UFC met een los tegen McDessie. En dan had hij een drie winstreek verloren. En dan wint hij deze weer tegen Manuel Torres. Maar het was wel een knaller van de partij, man. Ja. Die Manuel Torres, die, die kwam ook gewoon echt... Kijk, mensen zeiden al van tevoren, deze partij wordt vuurwerk. Maar het was ook gewoon vuurwerk, want Die Manuel Torres kwam naar voren, haymakers en uh, is gewoon gecontroleerd. Dus vroeg hem al een keer eerder naar de grond en daarna deed hij het gewoon weer zeg maar. Ja man. Iets te, ik vond Manuel Torres iets te lom, man, iets te ja, ja, gewoon. Het probleem is ook een beetje als je kijkt, de Mexicanen waren zes en twee of twee en zes deze hele avond. Ze hadden allemaal het idee van ik moet, heet toch. Het is zien notje is onze avond. Ja, je gooit wel een drie fight win streak weg zo. Drie fight win streak, alle drie in de eerste ronde op een uh, finish. En dan word je zo eruit geslagen door Bahamondes. Ja, dat is jammer, man. Dat is echt jammer. Anders ja. je gewoon vier, vier wins achter elkaar nieuws zien. Dan kan het snel gaan. Maar ja, heb je misschien wel een leuke vechten met een gato? Ignacio Bahamondes. Hij had ook Belalman is een corner. Dat is ook wel mooi om te zien. De champ. Zeker, man. Hé, hey, uh, deze Irene Aldana tegen Norma Dumont. Had je Irene Aldana haar gezicht gezien? Bro, weet je wat ik het grappigste vind? Is dat Dana White, haar en Brian Ortega op zijn storypost, beide hebben ze verloren. Dus stel je voor, bro. Je hebt verloren. en dan kom je aan en Dana zegt: Ga verstaan. Pick Sorry. Had hij dat? Uh, ik heb het niet ja, gezien, man. je het bijpakken voor jou. Maar je. mensen, dames en heren, die snee op Aldana haar hoofd. Is gewoon de reden dat ik denk: Ik ga nooit MMA doen, man. Ja. Wee, joh, maar zou hij die gemaakt en? hebben? <laughs> Baba. We, zeggen, we, zien man, nu, is... we, zien, we zien nu live de foto van. Uh, ik kan hem wel erin zetten zo. Uh, Beide kan ook, gewoon. Ik hem ook zien. Maar die. Oh, nee, trouwens, deze ga ik niet inzetten, snee, man. man. Anders word ik misschien geflekt. Ja? Dan krijgen we geen YouTube-money. Nee, ik moet ook deze niet betalen. Wel. Deze kan wel. Dus dan heb je verloren en dan... Yeah, is wat het is, man. Maar die snee, hoofd, dames en heren, dat is gewoon... Bro, deze sport is gewoon zo bruut. Die snee was zo ah, so vies, zo so diep. En daarna heeft ze ook gewoon nog een ronde doorgevochten. Die snee kwam ook door een uh, kopstoot. Yeah. Bro, vrouwen hebben eens. Uh... Daarom kijken we niet. <laughs> hey, ga weer, ga weer. let's go, ga door. <laughs> um, Ronaldo Rodriguez tegen Odi Osborne. Ook een rare partij. Dit. rare partij? En was je het eens met de scorecard? Ja. Ja? 2-1 ja. toch, uh, Ronaldo? Ja. En ja. niet? Ja. Ja, niet, niet oneens. Dat dus niet. Wat we, ben je was het eens of niet eens? Ik was het niet oneens, maar ook niet per se eens of zo. Day damn? Day damn, ja. <laughs> wat was, was dit voor... Uh... Dit was een day dammetje. Nee, ja. Leuk. Ik, ik het vond, het, wel vond het ook geen hele geweldige partij. Als ik heel vond, dit niet per se een hele leuke partij. Ik vond het gewoon raar dat die Osborne hem gewoon in de eerste 10 seconden keihard raakt. In één je gaat hem finishen. Ja. Um, en dan had hij in de derde ronde ook nog gewoon voor takedown shoot. Terwijl ik denk, staan, hem gewoon best wel eruit. Ja. Die Ronaldo, Rodriguez, ik zie, Ronaldo. In, ik zie echt geen toekomst in hem persoonlijk, zeg maar, qua dat hij iets gaat neerzetten in de UFC. Ik vond hem vrij slordig. Um, Krepling vond ik ook niet heel goed. Takedown is ook niet heel goed. Hij is wel gewoon... Hè, hij komt wel naar voren. Hij heeft wel... Oh, je, je krijgt hem niet eruit. Maar ik zie verder geen toekomst aan hem, man. En die Odi Osborne, ja, Dat hij deze partij ook zo verliest. Uh... Zal het aan Dena doorgeven? Allebei uh, hoef ik ze eigenlijk niet, uh, niet te zien, man. Dit was wel een knallen van een partij. Gast, dit was... Een... Fight of the Year? Ik kijk... Ik, ik vind het misschien Round of the Year. Maar niet de hele partij, man. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar ik, 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 kan me ik vind in dat die deze partij echt extreem dik was. We hebben het over Daniel Zool, Huber. Tegen Esteban Ribovics. Ribovic. Jullie hebben de partij gezien. Jullie weten hoe dik deze partij was. Maar ik vond vooral de laatste ronde echt. Dat ik denk: wow wauw, wauw. Daarvoor was het gewoon kijk, dik. Maar niet dat ik gewoon ga schreeuwen. Five of the Year. Snap je? Oké, okay, ja, oké. Okay. Maar wel terecht Five of the Night. Dat wel. Zeker, man. Zeker. Het, het ging gewoon allebei de kant op, man. Ja. Nee, ik vond het echt een mega partij. En. Die Daniel Zoehuber, hoe hij die laatste ronde Zippen. gewoon blijft staan. Oh, wow, dat was bizar, man. Ik vroeg ook maar hoe die Essenman, die Ribofix, hij stuurde gewoon 100.000 stoten in één seconde. En ik kreeg hem gewoon niet eruit. Uh, hard. Ja, hard, maar ik zou ik denken dat hij misschien ook wat slimmer kon aanpakken. Misschien uh, gewoon je knieën doorheen Of misschien zit er niets van in zijn hoofd. Hè? Huh? Misschien zit er ook niets van in zijn hoofd. <laughs> nee, dit was wel echt even zonder grap. Ik kan, ik kan me wel vinden in jouw woorden dat round of the year, ja ik denk dat hij maar ja maar wel zie dat hij gewoon niet maar die Mexicanen, dat is wow, is dat genetisch ofzo dat ze gewoon zo'n gek fight spirit <laughs> hebben en een kin altijd een kin en ze komen om te vechten man ja bizar zeker hey um, een, kijk en we hadden vorige week hadden we natuurlijk de kaart een beetje gebest dat we zeiden nou eigenlijk wordt het pas vanaf deze partij leuk en dan heb ik het ook met Brian Ortega tegen Diego Lopez maar tot nu toe was ik zeer tevreden. Dat Klopt. komt ook omdat de entree die je hebt naar Brian Ortega, Diego Lopez, dat was gewoon een killer van een partij. Daniel Zelhuber, en Marie hebben echt geleverd. En daardoor was ik meer hyped voor de dubbele co-main. Zo noem ik hem even, want Brian Ortega, Diego Lopez heeft ook geleverd naar mijn mening. Uh, kijk, voordat we daar naartoe gaan, weet je wat ik jammer vind, bro? Ah, misschien het racist om te zeggen, maar. Dat niemand met die mariachi-muziek is opgekomen van de Mexicanen. Is dat zo? Het was me niet opgevallen. Ik was ook wel een beetje moe. Ik zat live te kijken. Ik hoorde heel veel van dat soort muziek, man. Maar niemand kwam zo op, echt. Met die. Ja, hij is mij niet opgevallen. Als die was, dan had ik echt stuk gaan. Maar oké, ik was ook wel moe. Ik keek weer live. Je was wel vroeg wakker, man, Sammy. Ja, goed. Ik had misschien dingen te doen. Maar los daarvan, kijk, in die preview waren we niet heel enthousiast over die eerste twee partijen. Natuurlijk, op papier kan je ook niet heel veel over zeggen. Dit is gewoon een partij, je weet die gaat leveren. Maar verder, ja. ja, ik hoef niet aan jullie te uitleggen wat Daniel en zijn, uh, dat ik daar heel hyped over ben. Wat zijn racket is en zo. Ja, dat moet jullie denk ik ook gewoon niet Minder, ja. minder. Zeg maar zo'n Ortega Lopez, daar ga je wel op in. Maar op papier. Uh, prima. Maar Brian Ortega tegen Diego Lopez. Ik pak even de notities erbij. Want vanaf hier werden de notities bijgehouden. Uh, um, weer zo'n geval van. Bro, rond 1. Right hand, left hoek. Hoe gaat hij niet slapen? Ba zijn hoofd, hoe kan dat? Iemand moet onderzoek doen naar Brian Ortega. Hoe kan hij zo vaak aangeslagen zijn en niet, en niet gestopt worden? Ronde 1 aangeslagen, ronde 3 aangeslagen. Ja. En gewoon niet slapen. Ik, maar ik vond wel dat Diego Lopez. Brian Ortega wel een kans gaf om terug te komen, man. Dat hij hem ja, zo lang op zijn rug heeft. Maar doet. dat heb ik ook opgeschreven. Kijk, ik schreef ook op. Ik had geschreven ronde 1. Vooral die right-hand-left hoek. En vervolgens wel dominant van Diego Lopez. Maar hij liet te vaak Brian Ortega submissions nog proberen te gooien. Terwijl ik denk, had je hem daar misschien niet al kunnen finishen? Misschien hè? Laat hem gewoon opstaan. Ja, laat hem gewoon opstaan nadat hij was aangeslagen. Ronde 2 merkte hij, Diego Lopez ging een beetje heavy breathing. Kijk, in een championship fight zou het finesse zijn. Want ja, dan is het gewoon. Als jij zoveel energie stopt in die eerste ronde. En je moet daarna misschien nog vier. Dat is wel gewoon finesse. En hij pakt naar mijn mening die tweede ronde ook vooral vanwege die low kicks. Kijk, ik zeg eerlijk, Brian Ortega ook. Maar hij ik gooit dat, geen druk. Ik snap niet zo goed waarom ik hem koos, maar Want hoe zou hij deze partij moeten winnen? Staan Submission. Maar ja, hoe Diego Lopez zit met je ook niet zo snel. Ja, ook een second degree black belt. Ja, ook gewoon een hele goed. Maar Maar oké, okay, die tweede ronde inderdaad gebeurt niet superveel, maar die low kicks was inderdaad ja. wel gewoon een. Kijk, het een was wapen. ideaal voor Diego Lopez, want hij kon gewoon bijkomen omdat Brian Ortega is geen drukzetter. Hij zet geen druk. Hij is mee, meer counter. Oké, okay, kom, val in mijn submission. Dat, daar is hij naar nou op zoek. En daardoor, ja, klopt. En ook gewoon, Barno Ortega mist ook gewoon de kracht die Diego Lopez wel heeft in zijn stoot. Van, als Diego Lopez, je raakt, voel je dat dan. Maar Barno Ortega. Oh, dat is wel schitterend, die 1-2, bro. Die moet ik wel echt geven. Van Brian Ortega. Nee, van Diego Lopez. Ja, ja maar hij heeft ook gewoon kracht in zijn ja. stoot. Zeg maar Barno Ortega ook. Hij is geen power man. Dus hij ja, had dat gewoon lastig. En dan die derde ronde. Ja. Diego Lopez weer. Hele nou, een gevaarlijke vechter. Zie ik in hem een future champ met die huidige featherweight? Dat weet ik nog niet. Kijk, ik pak even de rankings erbij. Kijk, je hebt Mozart, je hebt Volkanovski, je hebt Max Holloway um, en je hebt Ilia Tuporia. Hij wordt nu nummer drie. Diego Lopez. Ja, terecht wel. Ja, dat terecht. Maar zie ik hem bijvoorbeeld zo van Max Holloway winnen? Kijk, Max Holloway en Topuria. En Volkanovski zijn voor mij gewoon een andere level dan hij. Ja. En van Mofstar heeft hij al verloren. Dus je zou een rematch kunnen maken. Tegen een Mofstar. geef ik hem gewoon een goede kans. Tegen Aljamain Sterling denk ik ook wel. Ja. Alhoewel al, al, ik Aljamain Sterling ook echt een hele goede featherweight vind. Ik denk dat hij misschien wel... Ja, dit jaar gaat het hem denk ik niet lukken. Maar voor die featherweight titel gaat vechten binnenkort. Maar Volkanovski, Maxwell Loewe en Topuria. Oef. maar volk heeft nu ook wel damage gepakt. Hè, met die twee KO's achter elkaar. En we hebben gezien: Diego Lopez heeft wel kracht. Klopt. Maar kijk, ik denk wel dat Diego Lopez in deze partij wel. ideale tegenstander. Juist, zeg maar. Deze partij heeft ja. hem echt neergezet als een hele zieke vechter. Wat hij ook gewoon is, daar, natuurlijk. Hè. Maar. Brian Ortega komt ook niet moeilijk maken staand. En zo'n Holloway, Volkanovski. Die zet allemaal druk. Uh, en Tupuria, die Daar gaat hij echt niet zo mee boksen, man. Nee, eens. Maar ik zeg eerlijk: Brian. Uh... Alexander Volkanovski had ook op zijn YouTube-kanaal volgens mij gezegd van... Ik wil nog snel vechten tegen hem misschien voor de interim. Als daar iets fout gaat met Holloway en Tapuria. Hé, Diego Lopez, Volkanovski. Ik zou die partij wel zien. Prima. Verder heb je ook nog gewoon Mozart tegen Aljo. Ook een prima partij. hey Het leeft weer, man. Het leeft weer. Toen Volkanovski kampioen was het echt gewoon Jair, Holloway en Ortega. Maar Ortega gaat dus wel naar de lightweight-divisie nu. Hij had gezegd: win, win or lose. I'm going to the lightweight division. Dat wordt ook geen makkelijke ding voor hem. Ik zou hem tegen Paddy Pimlet willen zien. Ideale binnenkomen. Ja, dat is wel een leuke partij. Ja. Ideale binnenkomen. Dat is wel een leuke partij. Ah, misschien dat Wat kan man. Paddy die jiu-jitsu leveren op Brian Ortega? Ja, ik denk dat het gewoon een staand, gewoon een, een saai partij wordt, man. Nee, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een leuke match, -up, man. Verder, ja, wie heb je nog meer? Kan je hem tegen. Hammoy ja, gaat al vechten. Ja, Turner misschien. Vizier, ik weet het niet. Ja. Hij is genoeg leuke ja. partij. Ja, en dan. Alexa Grasso tegen Valentina Shevchenko. Ik vond het niet zo'n saaie partij, man. Hoe is het saai? Ja, man. Oh nee, man, ik vond serieus geen saaie partij. Kijk. Ik vond Shevchenko haar takedowns on point. Uh, Grasso maakte het wel moeilijk door steeds submissions te proberen te gooien. Maar ik vond Shevchenko wel aanwezig, man. Ik vond Grasso gewoon. Grasso niks. was er niet. Wat was dat? Ze, 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 ze was niet moe volgens mij. Nee. Gewoon constant. Valentin Shevchenko is ook geen. Wat zij je doen? Valentin Shevchenko is ook geen wereldworstelaar, zo, snap je? En dat was een goede takedowns. Ja, maar dat ze zo makkelijk. Ik had echt niet verwacht, Grasso zo makkelijk gedomineerd is. Ze heeft gewoon vijf honderd lang niks in te brengen. En het was gewoon ook een hele saaie partij vond ik. Maar je maar, ziet vaak, kijk, Hardjid jitsu is helemaal niet verkeerd van Grasso. Alleen te comfortabel zijn vanaf je rug is het probleem. Ja, gewoon niet gelijk uh, proberen op te staan. En niet die ik, urgency voelen om ik, op te staan. Deze partij, jongen, zat we ook gewoon niet lekker in, Want je, je bouwt zeg maar een beetje op vanuit die partijen daarvoor. Dan denk je, wauw, banger, banger, banger. Krijg je opeens Grasso tegen Shevchenko, denk je, ja. Maar Shevchenko weer champ. Dan krijg je Fioro volgens mij tegen. Papapap uit mijn hoofd. Man of Juro moet tegen die. Uh... Zij, is, zij heeft niks toch? Jawel, zij gaat volgens mij vechten. Oh nee, dat was. Nee, zo in lay-up. Dus je zou Manof Juro kunnen doen. <coughs> Misschien tegen Grasso. Ik denk dat zij gewoon voor de titel mag van mij, man. Yeah? Ja? Ja, er is niemand anders. Ja, nee, dat is ook zo. Ze heeft van Blanchfield gewonnen. Ja. En die is drie. Yes. Best uh, die Viro voor de titel tegen Savchenko. Savchenko is ook oud, joh. 36. Ja. ja. Eens kijken ja ik ben benieuwd wat jullie van nou trouwens nee nee, nee hoeft niet eens. nee maar die hoef je echt niet te te man maar het was geen verkeerde partij ik vond het echt niet zo'n verkeerde partij ik vond het echt niet kijk Shevchenko deed gewoon wat ze moest doen om die partij te winnen juist ja ik juist. neem het haar niet kwalijk. ze heeft gewoon slim gevochten gameplan uitgevoerd opgedaan maar puur als we kijken naar het entertainment waar die ze hebben gebracht ik ben ja met alle respect vrouw maar blijf voor mij gewoon lastig om daar enthousiast over te worden en dit is gewoon en gewoon twee punten gepakt op knokkers e Knokkers deze week, 4 uh, uit 5. Bro, wie zei uh, Shevchenko van ons twee? Was toch ook... Nee, 3 uit 5 bro, maar Shevchenko is 2 punten. En we hebben maar 3 uit 5. Hadden, ja. hadden we geen ribo fikt? Nee man, we hadden zelf. Oké, okay, ja. ik, uh, ja, ik dacht ook dat, dat ik ook voor Shevchenko ging, toch of niet? Ja, zei ik. Shevchenko, ja. Je telefoon ligt daar op de grondwacht. We moeten die receipt. Fuck, shit, We hebben gewoon voor ms ja, we, we zijn samen weer. Ja, ja dan, samen. Dat, dat is met Amië zo zeg maar. Dan, je bent een. Team. Oh. Of dat we hier eigenlijk. gaan mat voor die camera man. Nee, maar. Uh, dat is met Amië zo, dames en heren. Als hij het goed heeft, moet hij het altijd insmeren. Maar als hij het fout heeft, dan zegt hij niks. Oh. Bro, ik ga bij die eerste knokkers. Die, die allereerste knokkers heb ik verneukt. Want anders hadden we misschien wel een andere positie gehad. Ja, maar wat je had gezegd in het podcast. Ik heb het verneukt. Ik, bro, boys, ik heb de eerste knokkers verneukt, want als ik dat niet had gedaan, ik had niet het idee, Sammy wil daar per se aan meedoen. <laughs> ja, bro, je hoort het, dames en heren, hè? dat was het. Maar, oké, okay, wat gaan we met de Lex doen dan? Kutten, man. Kutte, man. Blendsfield? Ja? Kut. <laughs> Tegen Blendsfield? Bro, ik ga je niet zo... Ik wil je niet dat nog twee woorden over... Bro, bro het weet je wat dan. wel is? Meen je zo weg, doe we <laughs> Dat is wel je toch? Ik zat te kijken, ik denk hoor joh, uh, flinke biceps man. <laughs> oh ja. Ik, maar hey, ik hoorde ook gewoon vaak, als jij dat onderwerp wil aankaart. Ik was ook met Tim Welch aan het kijken van wat hij. Uh, ja. Uh, hij zei ook in die, die YouTube-video van hem, Alexa Grasso, uh, beautiful woman. Vind je dat? Ik vind haar geen lelijke vrouw man. Zo, zo niet. Zo als ze heel veel make-up en zo doet niet. Maar ik vond haar in die lay-up en zo, dat is geen lelijke vrouw toch? Nog eentje, Sammy, en je weet niet. Shevchenko niet, bro. Shevchenko niet. Uh, ik, ik zou, bij Alexa Quest zou ik nooit gewoon denken, oh mooie vrouw, man. Ik vind geen, nee, ik zei, het is geen lelijk vrouw. Nee, maar ik, ja, oké. Okay. Er is een Te verschil, hè? <laughs> Zag je Tracy Cortez in het publiek zitten? Terwijl, okay. terwijl T-City. <laughs> tuurlijk heb jij gedomineerd, werd dan. Een bruggetje naar Tracy Quest. <laughs> oké, okay, dames en heren. <laughs> Dat kan het dan zijn we er. Sano Melli tegen Marab Vili. Waar was Sean uh, Waar was hij? Ik kreeg net een snap en ik wilde hem sowieso een, sh een shout-out geven deze aflevering. Shout-out naar Aldi hier. Je weet toch, je weet waarom. Sowieso. Sommige informatie blijft onder tafel, maar je weet waarom. De bra brains achter BDK hoor. Ja. Hij stuurde net een snap. Sean O'Malley zijn batterijen waren op van zijn controller. Dat was het echt. Het was gewoon lacking bro. Hij ik, was hier, ik, ik was gestopt te Zei dat je een snap kreeg bro. Ja bro, hij was aan het kijken. Hij stuurt altijd dat hij aan het kijken is, jongen. Dus rustig. Jongen. Bro, zal ik zeggen wat voor Snapchat ik team, ik, ik laat je maar rustig. Jongens, je met weet je, met je met wat voor Snapchat Sammy ja. stuurt? <laughs> oh, wat leuk. Bro, bro zit hier niet Sammy en story? Nee, niet aan met zijn Snapchat comment hier, man. Bro, willen jullie BDK Snapchat? laten weten. Bro, bro nee, Snapchat snap pakt al veel geld. Maar heb je gezien Bryce Hall? Die, pakt, die gast pakt kapot veel geld via Snapchat. Ja, die, die BDK snap Snapchat? Als jullie, als jullie willen. Nee, zo is een shout-out naar Aldi. Ja. Um, nee, ja. maar die stuurde dus. En dat ja. leek net alsof, alsof je aan het game bent Ik controleer controller is lekking. En dit was gewoon echt het geval bij Sean, man. Ik weet niet wat er met hem aan de hand was, man. Hij was sowieso super inactief. Gewoon zo weinig trappen ook. Uh, weinig offensief. En Marab heeft gewoon gemarabd, zeg maar. <laughs> gemarabd, ja. Toch? Bro, maar luister. Je zag in die, uh, uh, in die hele lay-up naar die fight al... Ik vond dat Shawn er zenuwachtiger uitzag dan normaal. Maar en hij is een beetje awkward, zeg maar. Hij is sowieso awkward. Dat sowieso. Maar toch, het, hij straalde niet die. Ik vond dat mensen daar een beetje te veel in doen. Nee, maar kijk, als je kijkt naar Tito toen en als je kijkt naar tegen Algemeen. Zijn zelfvertrouwen was niet helemaal. Zeg maar. Ik kijk, miste dat. Een theorie ja. die rondspookte voor de partij. Ja. Henry Sudo zei bij Pound for Pound. Channel Maddy heeft een rib ribblessure, um, had hij 4-4 gehoord. En hij had ook gezegd dat Shannon die gewoon super slecht is met opstaan vanaf zijn rug. Ja. Dat het gewoon een bekend, bekend probleem is met trainingspartners. Iedereen weet dat het gewoon zijn zwakte is. Misschien, misschien zat dat in zijn hoofd. bij Shannon die. ik weet het niet. Maar ik voel niet per se dat hij uh, zenuwachtig maar was. Maar hij was heel partijen. afwachtend. Dat wel. Heel afwachtend. En ook gewoon. Ik miste ook gewoon een beetje de, het vuur zeg maar, in hem. Zeg maar. de, dus die eerste, eerste, eerste rondes was best vrij rustig. Ja. Uh, maar je zag gewoon toen Marab hem neerhaalde, had hij gewoon geen antwoord. En Je merkt ook gewoon dat Marab zijn conditie gewoon echt een extreem goed wapen is. Dat... Op een gegeven moment Sean O'Malley was gewoon moe. Uh, je zag het ook aan hem. En Marab, die, die, die kon zo nog vijf rondes doorvechten. Dus ik vraag me gewoon echt af wat bij Sean O'Malley fout ging. Ik weet het ook niet. Alleen wat dus in die vijftig gebeurde, daar zag je toen hij eindelijk een beetje zijn trap gebruikte. Maar wat gelijk last. Gewoon... Denk dat de, de tweede trap die hij gooit, boom, Maar rap, je ziet gewoon dat hij echt last heeft van die trap. Denk, wauw, je raakt hem gewoon nu al met zo'n trap. En maar rap, is zo niet iemand, zeg maar, die. Uh, die kan ook wel tegen een stoveetje hoor. Ja, hij zou, het, hij zou het kunnen verbergen, maar deze deed echt pijn. Ja, ik, ik weet echt niet wat daar fout ging, man. En dat hij daarna ook die video post, dat hij zo uh, aan het worstelen is, vind ik persoonlijk uh, misschien iets. Te, te, te maar clown. Hij had getweet. Maar hij heeft na de partij. Heb je die vast wel gezien? Overpromised, underdelivered. Sorry, love you guys. Prima, dat vind ik prima hoor. Maar had hij er een video post, Dat hij zo aan het shadow wrestlen is, zeg maar. Van, uh, dat hij op Teton Defense aan het trainen is, denk ik. Na de fight had hij dat gepost? Ja. Oh, dat heb ik niet eens gezien, man. Dat oh, gezien. dat laat ik je nu gelijk zien, man. Want dat is wel um, interessant. Ja, je kan hem uh, hier zien. Ik heb hem even erbij gepakt. Kijk, natuurlijk. Wat jij net zei. Dat ja, Dat je de humor ervan ziet. Kijk, ik snap de humor ervan. Ik kan er wel om lachen. Alleen, inderdaad, je hebt net je wereldtitel verloren. Dit is het laatste wat ik zou doen als ik mijn wereldtitel zou verliezen. Want, maar ja, ik zag hem. Dat ik, wilde ik zo uh, zeggen. Heet toch? Under the Spirit, uh, Lightweight Champ. Nee, maar. Bro, maar kijk, dat wilde ik sowieso uh, zeggen. Hij was ook gelijk gaan stappen. Hij was gewoon aan het stappen, chillen, drinken. Bro, ik zou dat niet persoonlijk. Ja, dat vind ik misschien wat anders, man. Hmm. Maar dit is meer zoiets van: ik vind het iets te clown, zeg maar. Maar kijk, los daarvan, het is wel een beetje humor. Het past wel bij zijn brand. Uh, verder heb ik niet heel veel op tegen, maar ik had meer zoiets van: ja Maar wel zou hij dat pak al bij hebben gehad voor het geval die verliezen? Was dit al pre. Nee, dat moet, hoe kom je aan het pak dan in één keer? Ah, ik weet niet. niet. Oké, okay. <laughs> maar anyway, en hoe? Um. Wat ik ook raar vond, is dat Tim. Ik vond Tim, normaalste Tim zijn advies, Tim Welch, ja. extreem goed naar Sean. Ik vond het echt heel goed gaan. Maar in die laatste ronde zei hij gewoon: van, uh, We're almost done with this. Zo so, dacht ik echt van: Kijk, maar misschien, misschien, misschien had Sean ook die los nodig. Ja, dat is een ja, ik weet niet. Soms hebben mensen die los nodig. Kijk, die los tegen Chito was geen echte los. Dat weten we nu ondertussen. Maar misschien had hij dit nodig, en misschien komt hij nu als een maf, een maf terug. Kijk, er zijn wel gewoon zoveel leuke partijen die je nu kan maken met hem. Piotr Jan, rematch. Ja, Figi. die kwam gelijk in mijn hoofd. Ja, die wil ik ook wel zien. Pilter Jan, Jan had ook gelijk getweet naar ja. hem. Comeback season. Je hebt Figgy, je hebt zelfs Sehudo. Sehudo zou ik ook graag willen zien. Ik niet, omdat Sehudo. Kijk, het is hetzelfde. Nee, nee, omdat Sehudo al gewoon van Aljo en Marab heeft verloren. En dan gaat hij niet meer tegen Sean. Ja, Oké, okay, maar Aljo die los. Klopt. Marab heeft ook gewoon nog prima gedaan die eerste ronde. Ja. Maar denk ik, ja, pak even gewoon een makkelijke tegenstander. Zong je dat? Voor Sean vind ik iets te, te laat. Nee, 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 uh, Soedor. Dat zou wel kunnen, dat zou wel kunnen. Maar ja, gewoon. Uh, ik weet niet. Sugar was er gewoon niet echt. Man. Je zou Sugar uh, inderdaad tegen Viggy kunnen doen. Maar Viggy gaat ook worstelen met hem dan. Ja, Sean's takedown defensief was gewoon lekker. Maar kijk, nu gaan we naar mijn Rob switchen. Want hij heeft ook gewoon echt zijn ding gedaan, man. Zeg, Gameplan wow. was daar, man. Gameplan was daar. Ook gewoon staand. Defensief. Prima. En ook, ik vond het ook zo mooi hoe hij zeg maar. Zijn shots uh, verbergt, man. Zijn takedowns van. Oh. Links, rechts, boom op inch. Als hij gewoon diep in de tekening. Wow. Wat hij heel vaak deed. En dat is de. En daar gaf zelfs John Jones heeft haar complimenten over gegeven. Is de, de DC-tactiek. De overhand naar een dubbele leg. Dus hij komt met die overhand. Waardoor je genoodzaakt bent om je handen omhoog te gooien. En vervolgens shoot hij die dubbele En dat heeft hij echt gewoon een paar keer gedaan. En hij heeft Sean ook echt een paar keer laten vliegen. Gewoon. Ja, man, En Sean, ook gewoon hoe hij hem controleert. Hè? Ja. Sean wil opstaan. Boom. Hij blijft, blijft zwaar. Laat hem maar werken. Laat hem maar werken. Weer neerhalen. En Shukka vanaf zijn rug. Ik wil nooit meer horen dat dat, dat dat een wapen is, man. Dat hoor je ook vaak. Jullie hebben Shukka's uh, Jiu-Jitsu nog niet gezien. We hebben gezien, man. Gisteren. Ik wil nooit meer zien. Nou, hey, uh, maar iets anders. Um, het begin van dit gevecht, man. Oh, goeie man. Dat kan niet. Luister. Je zou zeggen. En hij heeft uiteindelijk heeft hij gedomineerd. Hij heeft laten zien dat hij de partij uh, gewonnen heeft. En in het begin. Het gevecht is 10, 5 seconden bezig en hij begint al gelijk tegen Tim Wells. Klopt. Bro, waar ben je mee bezig? Met, met de corner van Sean? Je hoort toch de verschillende stemmen, zou je zeggen. Ja. Je hoort toch wie jouw coach is. Ik vind ook dat Marat daar gewoon te. En Herb Dien had het voor mij niet hoeven te stoppen, eigenlijk. Nee, vind ik ook niet. Maar ik weet niet wat de regels zijn dan. Los daarvan, kijk dat Tim wat gaat roepen, is gewoon tactiek, zeg maar ja. Vind ik het Vind ik, zou ik het zelf doen? Nee. Maar het is wel misschien om een voordeel te brengen naar Sean. Dat Marab er zo op reageert, dat ik ook van... Uh, ja, precies, waar, waar, waar ja. is jouw hoofd? Maar uiteindelijk wint hij de partij. Uiteindelijk um, was hij gewoon... Wat is het rare aan Marab, zeg maar? In zijn hoofd denk je gewoon van... Als je naar hem kijkt, denk je... wat. Is... Maar ik zei het de vorige keer al, bro. En Sugger zei het ook. En ik ben het daar gewoon echt mee eens. Hij is gewoon niet zo slim. Hij is gewoon niet zo slim. Je kan me niet wijsmaken dat Marab Vili hoger scoort dan 95 op een IQ-test. Ik heb bij mij per se het gevoel dat ik denk van, oh hij is super dom man. Nee, ik weet niet idee dat hij super dom is. Hè? IQ95 ben je niet super dom hè. Laten we dat voorop stellen. Onder de 80 dan ben je LVB. Ik weet niet maar hij is gewoon, uh, kijk. Bro, met die ijsactie. Dat hij met zijn hoofd zo vol in het ijs rent. <laughs> Dit weer. Bro, hij doet heel veel dingen met die jas en dat hij dan gaat uitdagen en dan vervolgens van uh, Hunter Toren krijgt, hey, ik heb laatst nog jouw advocaatkosten betaald. Koudtig hij is niet, niet ik, de ik, 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 heb, ik heb laatst die podcast met Dimitri Johnson geluisterd met hem. Ik weet niet. Het is gewoon een beetje zo'n hardwerkende guy. Ik mis mee. Niet nee, de niet slimste, mee. maar gewoon... Hij, hij, hij zet het gewoon neer. Hij maakt niet heel veel intelligente keuzes. Laten we het daarop houden. Oké, okay, we zeggen niet dat hij dom is, want dat zeg ik nooit over iemand. Maar hij maakt gewoon niet hele intelligente keuzes. Oké. Okay. Kun je daarmee eens zijn? Mooi, is een mooie... Ja. Maar, dan komt het. Dan komt het. Waar ga je heen? Van Rob. Oh, wacht, 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 wacht. Oh, wil je daarmee wachten? Oké, okay, ja. Nog even over die partij. Ik vond het ook raar dat Sugar gewoon in zijn handschoen zat met die... Hé uh, hey bro, daar had hij gelijk een aftrek van mij mogen doen. Ik... Ja, want... Had gelijk... Wat zijn de consequenties daarvan? Ja, want nu krijg je een warning. Een warning inderdaad. Want hij had daarmee misschien wel een triangle aan kunnen zetten. Nee, maar dan, dan had Herb Dean hem denk ik wel... Uh, Herb Dean stopt het wel gelijk toch toen hij... Dat de, kijk, dat deed hij netjes. Alleen, dan had je dus een minpunt moeten geven. En het risico was niet hoog, want hij was die ronde toch al aan het verliezen. Ik vond het gewoon lelijk dat hij dat deed. Ja, vond ik ook lelijk. Ik, vond, ook, ik vond Herb Dean ook gewoon heel raar scheids in deze partij, man. Ja, ook met get to work, get to work. Ik zou bijna de conspiracy geloven dat UFC niet wilde dat Marab zou winnen. Of, of dat de UFC... Uh... Oh, nee, nee. Ik, kijk, word, was, ik, ik ben ik, niet zo van de conspiracy, maar dit werd wel heel verdacht. Dat op een gegeven moment... Dat je, want Sean deed ook niet heel veel. Nee, ik, ik vind het wel mooi dat er gewoon de hele... dat alle om te toren. Joe Rogan, DC, John en ik. Dat ze ook gewoon zeggen wat ze denken van hey luister naar die. Wat je nu doet, is gewoon bullshit. Zeg, Laat ze gewoon vechten. Maar Rob was bovenop, hij was gewoon aan het stoten en hij was ook gewoon uh, bezig. Ik ja. <laughs> krijg gewoon get to work. <laughs> ja. Work guys, work guys, get to work. Ja, ja, denk ik van wat wil je dat hij doet? Hij is toch gewoon bezig? Die partij hiervoor, Shevchenko tegen uh, Grasso. Heb ik niks gehoord. Nee, dus nee. Uh, ik vond dat heel raar Ik had ze wel man. to work willen zien gaan. Oké, okay, nu mag je... Uh, nog even voor de partij. Bro, je stelt wel uit. hè? Je pakt wel mijn momenten Marab op. heeft echt zijn ding gedaan, man. Ja. ja. Nee, je kan en, en dan alle credits Ik ga nu een brugje voor je maken. Wie gaat Marab verslaan? Er is maar één iemand die Marab gaat verslaan. Marab, congratulations with your win. Omar Nurmagomedov is next. What are you going to... We... Uh, Dana White, my friend, I want to get close to him and uh, we need to talk and get close to him. I'm champion now. Weet je wat dit me aan de idee denkt bro? Kunt u Joel gehaapt? Zeggen maar. die mag je ook zo erin gooien. Joel Romero. The people pay, Pepper the bill. The people, let the people pay. The people pay because the people want to say. Because I know the people pay. The people working a lot. You need the respect for the people. The people are uh, uh, working a lot. En pay peperduur. de people get the fighter get to people pay. People can pay for fight get fi wow. Geef gewoon antwoord op de vraag. Ik snap het ook niet. Geef gewoon antwoord op de vraag. En Murab roept al twee weken dat hij Figgy wil. Ja. Ik snap het niet. Ook laatst een interview liep hij gewoon weg. Omdat iemand vroeg naar Oema. Denk ik, ja, hoezo maak je het zo raar? Ik beantwoord gewoon de vraag. Als je vindt dat hij dit niet verdient, zeg dat gewoon. En dan zo Kijk, maar zijn argumentaties ook. Hij zegt hij verdient het niet want hij heeft geen notable wins. Luister, hij heeft gewoon na Sean en Rob van de meest gevaarlijke man in de divisie gewonnen in de vorm van Corey Sant En gewoon duidelijk gewonnen. Ja, en als we gewoon kijken naar de kijk de huidige staat van de Bantamweight divisie. Kijk, ik vind ook niet dat Omar het sterkste, de sterkste CV ooit heeft voor een title shot, maar als je gewoon gaat kijken naar die divisie. Je hebt Figgy nog. Piotr Jan, die heeft ook geen sterke case zeg maar. Dus en die heeft al verloren van Marab. Ja, niet eens verloren, gewoon kapot gemaakt. Ja. Maar. Die was gewoon, ik vond het gewoon verschut wat wat Mara met Piotr Jan deed. Dus Umar is wel gewoon duidelijk de namelijk contender, ondanks dat hij niet hè, de ziekste namen op zijn cv heeft staan. Hij heeft wel gewoon van Corey Sandege gewonnen, recent, ongeslagen. Figgy heeft doet ook zijn ding, maar die heeft niet echt tegen de tegenstanders gestaan. Uh, als Corey Sende. Ja, maar weet je wat Marab dan ook zegt? Ja, yeah, he won from a former title contender. Jongens, we weten allemaal dat Chito gewoon een title contender was... om te laten zien dat die sugar loss... dat dat onzin was. Dus laten we ook niet Chito vooral ophemelen... alsof hij een title contender was. Want ja, ik snap het niet. Hoezo zou hij niet... Te ja, kijk, Uma is goed... Maar je zou wel denken dat Marab gewoon heeft van al dat, dat, dat hele imago rond Oema. Gewoon denk luister, breng hem maar gewoon, weet je wel? Ja, maar dat doet hij dus niet. Nee, hij wants want to talk to Dana White, get friends, get close to him. Ik snap dat niet. En ik kan je wel zeggen waarom. Kijk, en nu ga ik iets zeggen, mensen, en luister goed naar wat ik zeg. Wat Marab doet, zeg maar, het hoge druk zetten, het continu worstelen, je op de grond houden. Daar hebben we één iemand anders van gehad die dat zo erg deed. Dat was Gabib. Ik zeg niet dat hij hetzelfde niveau heeft als Gabieb, hè, maar. Marab weet ook dus dat in Umar's camp zit er iemand die dat precies kan nabootsen. Er zijn genoeg mensen die dat dus vanuit Oemars camp kunnen nabootsen. En het gevaar is dus, en dat merkt hij bij Sugge: je kan Marab's game moeilijk nabootsen. Zeg maar je je, er zijn maar weinig mensen die zoveel druk kunnen zetten, zo lang iemand op de grond kunnen houden. En dat heeft Umar gewoon in zijn camp. Ik denk niet dat dat Marab zo zo slim is dat is één. <laughs> nee, ik denk niet dat Murat denkt van Oemar heeft iemand in zijn camp die mijn carnaval is dus ik wil niet tegen hem. Ik denk dat hij bang is. Ik denk niet dat, dat hij bang is voor Oemar, man. Wat hij. Waar hij mijt uh, hem wel. Ik denk dat hij gewoon misschien niet gunt of zo. Dat hij denkt van ja, ik heb zo hard gewerkt. Ik gun het je gewoon niet. Ja maar ja, hij heeft weinig te gunnen. Want ja ik denk ook dat hij zegt ik ga naar Denno White luisteren. Je luistert Denno White gaat maar gewoon voor je neus uit want hij is, hij is de grootste naam. Ja. Yeah. Toch? En Hunter heeft het ook al, zeg maar. Ze hebben die meeting al gehad. En het is al duidelijk. En Omar keek ook. Want de camera ging op Omar toen hij die speech aan het houden was over beste vrienden worden met Dana White. Ja, ja Joe Rogan vroeg ook letterlijk van, uh, possibly the next fight, Omar. Uh, ja, en Joe Rogan was op een gegeven moment ook, die keek ook van, waar ga je heen met dit verhaal? Ja, jeppen man. was heel erg aan die jeppen. Ja, het was wel een leuke... Maar Omar tegen Murab next, zijn we daarover eens? Ja. Wie gaat die winnen? Pff, goeie vraag. Maar Rabbad really. en stil. Nee man, ik denk dat Omar die wint. Want Omar krijgt hij niet zo makkelijk neer. En stand-up is Oemar wel echt veel beter. Echt veel beter. Ik denk dat hij gaat een element brengen dat hij ook gewoon offensief gaat worstelen tegen Omar. En ik denk dat dat wel de verrassing kan zijn. Dat hij hem ook gewoon daar moeilijk gaat maken. Ik ben benieuwd. Maar jullie weten mij. Ik ben biased. Jij bent waar biased. Maar toch, Omar gaat van mij winnen. Dat was de kaart man. Wil ik nog wat kwijt over Shikersje. Ja, ik ben, ik ben gewoon verbaasd dat hij gewoon zo vocht. Dana White zei het ook al, van hij flat voor het... Hij was gewoon niet scherp. Uh, niet, niet, niet de sugar die wij kennen, man. Niet crisp. Ja, het was gewoon... Ik weet niet wat het was. Ik vraag me echt al wat het was. Ai, Sammy, let's go. We moeten nog veel bespreken en... Uh, oh shit, man, weet ik, toch? Je, ik ben echt... Uh, met, uh. Maakt niet uit. Uh, Sammy, jouw vechten van de week. Oké, okay, laten we gelijk beginnen met... Uh, even kijken. Laten we Oké, okay, vechten van de week. Wie had ik ook weer. Ik, we gaan, ik wil nog even over Yushi, ja, man. Yushi oh. laat Ik, ik, ik maak jou wel vecht van de week. Ja. Heeft afgelopen, uh, vorige week, heeft hij bij, gevochten bij het Contender Series. Yes. Hij komt weg met de win. Derde ronde TKO tegen de Japanners. Krijgt geen ufc contract Hij was 11 en 11, uh, hoe heet het? 11, min 1100. Ja, dus uh, ik ben benieuwd. We, we, we moeten het hier natuurlijk ook over hebben. Hij is natuurlijk een, uh, een Nederlands topvechter die de kans heeft gekregen om bij Denuaars Contender Series te vechten. Hij had het al een keer verloren. Uh, maar natuurlijk, toen was hij ook gewoon niet, uh, niet fit. Hij krijgt zijn kans weer. Hij vindt op TKO, maar niet, niet overtuigend. En dan krijg hij krijgt geen contract. Het punt is. Je, er zijn geen twijfels over Userie zijn kickboxen. Nul, zeg maar. Alleen wat mij dan tegenvalt is, en dat zei DNA wel terecht, is... In plaats van dat Userie goed zijn range gebruikt en hè, doet wat hij kan doen. Uh, ja, hij is gewoon, ze hebben gewoon een punt van hem afgepakt door die iPokes. Kijk, ik denk dat, dat, dat het zat gewoon niet mee zat. Zeg maar, ik snap heel goed, persoonlijk, dat Dana hem niet tekent, man. Omdat, dat snap ik dus ook. Omdat Dana is gewoon super streng bij Dana White Contenders Series. Als jij daar gewoon niet een sterke performance neerzet, een, een, een Fight of the Night of, of een, gewoon een dominante finish, word je daar gewoon niet getekend, man. Dat, zo werkt het daar gewoon. Tuurlijk, Yusri doet gewoon zijn ding. Die iPokes zit tegen. Doet hij, doet hij ook niet expres. Het ja, is gewoon kut dat dat gebeurt. Uh, is de vraag bro, als het meerdere keren is. Nee bro, dat, dat, Nee, dat, ik uh, zeg niet dat hij het expres doet, maar op een gegeven moment weet kijk, je toch, ik moet mijn handen anders houden. Persoonlijk denk ik gewoon dat, dat het pech is, man. Zeg maar, dat, ik vraag me af hoe vaak hij iPoks heeft gehad in zijn carrière. Dat, of dat een ding is, zeg maar. Uh, dus hij had gewoon pech. Die iPoks gebeuren gewoon, denk ik, kut. Plus hij slaat hem ook gewoon niet eruit zoals hij wil. Ja, dan krijg je gewoon geen contact met Dena's content series. Ik vond het ook kut. Ik hoop dat hij uh, dat contact zou krijgen, maar ik snap Denemar. Want als je die show gewoon kijkt. Ik van buiten, als we aan buiten staan en ik denk... oh, hij heeft toch gewoon een TKO, maar hij moet ook echt geen contract. Kijk die show vaker, want Dynamite is echt streng. als je niet Er is zelfs een gast die heeft daar twee keer gewonnen... Ja. die heeft twee keer geen contract gekregen. Die uh, ja. dingen wil je toch? Die kleine, die kleine uh, blakken. Uh. Ja. Het is gewoon een harde show. Jammer. Kijk, en het punt is... ik denk dat er geen één Nederlander is... die het usury niet gunt, zeg maar. Wij gunnen het usury ook. En wij hopen ook... dat op de een of andere manier hij daar alsnog terechtkomt. Maar je moet ook gewoon eerlijk blijven. En dat is vaak wat ik terugzie, is dat omdat het een Nederlandse vechter is, gaan we maar wat liever zijn en maar zeggen, ja, niet te... Het was op, in dit geval, en dan heb ik het puur over dit gevecht, ja, was het gewoon terecht dat hij uh, geen contract krijgt. Ja. Zeker op basis van waar Dana White op selecteert. Ja, uh, Dana White verwachtte gewoon een dominante finish, uh, omdat hij ook gewoon een zwaarder favorite was. En die jongen tegen wie hij moet is ook gewoon sterk en uh, gaat ook niet snel neer. Het zat gewoon allemaal tegen voor Yusri, hij krijgt geen contract. En ik, ik begreep Dena wel. En Dena brengt ook gewoon keihard. Zo is Dena uh, Jammer. Maar ja, zo is dat gewoon, man. Ja, helaas. Maar het is niet anders. Dus ik vraag me af: Denk je dat Jussie nog ooit bij de UFC komt? Ja. Je moet wel echt met van, uh, iets, nu twee, drie gevechten aan elkaar goed leveren. Om, om. iets voor elkaar te krijgen. Man. Ik denk misschien in een replacement ergens ooit op de. als iemand wegvalt of zo. Dat is dat ze aan bellen, maar. Het wordt wel lastig, man. Want ik heb nog... Misschien altijd eerder is gebeurd... Maar drie keer bij Denemarken de Series. Ik weet niet. Het zou veel Dus is ook gewoon een slimme jongen. Klopt, maar kijk. Ik, wil hem, ik zou hem ook echt graag in de podcast willen hebben. Yusri is uh, sowieso iemand die echt hoog op ons lijst staat. Al heel lang. Hopelijk krijgen we hem. Uh, maar ja, hij is 32. Twee keer bij Denemarken de Series gevochten. Ik vraag me af wat zijn de volgende moves, man. Ik ben benieuwd. Jammer. Um, mijn vechter van de week is uh, Michael Chandler. En waarom? Michael Chandler, je hebt eindelijk besloten om te gaan vechten. Wat prettig dat je dat hebt gedaan. Want je hield de hele divisie op. Ben ik het ermee eens dat je gelijk tegen Charlie Olives mag. Niet helemaal, maar vergetab it. Je gaat vechten. Blij mee. Denk ik dat je dat gevecht gaat winnen? Nee, dat denk ik nog steeds niet. Ik denk, ik denk dat hij de divisie ophield, bro. Jawel, dat zou ik niet zeggen. Jawel, hij had toch gewoon zijn plekje. Hij was er nu uitgehaald, maar hij had dat plekje. Maar hij, hij, hij stoorde toch de divisie niet? Van, oh. Of vond ik wel, bro? Ik vond van niet, man. Zeg maar, ik denk niet dat iemand hij naam noemde. dacht van, oh, uh, wat doe je met Chandler voor de team? Ja, maar ja, hij hield toch de plek. Kijk, als iemand anders, hè. stel dus dat zo'n Benoit of een uh, uh, Moicano of een Paddy Pimblet van mij, part of een Gamrot, uh, tegen Chandler zou willen en daarmee een statement kan maken. Er bleven weinig over, waarom? Uh, Justin Gage ging tegen Holloway. Uh, dus Poirier ging tegen Islam. En Arman die had tegen Charlie Olofs gevochten. Dus de enige die jou die lay-up kan geven om een statement te maken was. Chandler, maak je een statement door van de nummer 9 te winnen, bijvoorbeeld. Of wie hebben of we? One, of het over Ben nu? Nee, of überhaupt, zeg maar. Dat hij gewoon uh, een, een partij had kunnen zijn voor een ja. andere contender. Hij had een statement-partij kunnen zijn. Stel dat je yeah. visjes wint van Michael Chandler. Dan maak je wel iets duidelijk. Ja, Vind ik, ik. ik zie dat niet per se als de divisie ophouden, man. Dat is voor mij speelt niet echt een rol. Nee, ja, maar, maar oké. Okay. Maar, maar hij gaat in ieder geval loopt. vechten. Ik zie het als de divisie loopt met Michael Chandler of zonder Michael Chandler. Het loopt wel. Maar hij mag nu dus tegen Oliveira gelijk. En het is blijkbaar een number one contender fight, zei Chandler zelf. Dus na Arman. Gewoon eerlijk, ik ben niet echt enthousiast over deze partij man. Ik ook niet. Kijk, ik ben blij dat hij gaat vechten, maar ik ben het er niet mee eens dat deze partij nu in één keer zoveel waarde krijgt. Ja. Die maar light die lightweight divisie is ook wel gaar op het moment. Het is heel raar, man. Die lightweight divisie is superleuk, maar ook gewoon tegelijkertijd gewoon saai, want je hebt al tien jaar dezelfde top vijf: Justin Gaethje, Poirier, Charles Oliveira en uh, Michael Chandler zitten erin. Ja. ja. Armand tegen Islam is de volgende partij. En dan is de vraag: wie zou dan daarna voor de titel gaan? Ja, Chandler of Oliveira, dus blijkbaar. Maar wie zou jij willen zien? Geen van beide. Maar wie anders? Want ik ik, ik snap de UFC wel qua matchmaking, want Verder is er ook gewoon niet en geen andere contender. Dan zou ik nog eerder Holloway boeken. Holloway vecht tegen Topolia. Ja, maar ja, is ook nog. Ja. Die kan je niet. Dat dan zo zou ik er... nog liever willen dat Islam zegt: Fuck you guys, ik ga voor die wel twee-titel. Nee, maar mijn vraag is: er moet iemand voor die lightweight? Ik zou zeggen: skip de hele lightweight titel. Nee, maar. Kijk, ik snap de matchmaking. Kijk, ik snap, kijk, tuurlijk. Alleen, ja, dan zou ik zeggen: eerder Chandler, want Oliveira heeft die al gewonnen. Ja, dus dan snap ik de partij wel van fuck, ik vechten jullie maar weer voor. de... Yeah. En, uh, ja, jammer man, die is. Oké. Wat mooi dat Conor McGregor dan gaat zeggen bij Bear Nockel van uh, <laughs> I want to fight soon. I want to fight soon. Yeah. Hey, maybe uh, a collab met Bear Knuckle en uh, UFC. Wow, yo, die kast, waar zijn we mee bezig? Wow? Ja, bro, ik ga hem eens <laughs> aan. Wat is echt ziek, jongen, joh. Hey, yo. hey. Uh, en moment van de week was voor jou, Michael Jenner, toch? Mijn moment van de week was uh, deze kaart gewoon, man. Ja. Yeah. Nou ja, en mijn moment van de week was dus uh, Jonathan Dwight Jones tegen Stipe Miocic. Ja, official. Official, eindelijk. Want de kaart wel minder man. Ik ga hem even bijpakken. Tot nu toe, bro. Is prima toch? Die komen en main. Oh, ik dacht dat de, dat de, dat de main kaart de main al bekend was. Nee, bro, volgens mij niet helemaal. Ik pak even Eurosport erbij. Geschreven door Marcel Dorf. Zo dan naar Big Marcel. Alles wat je moet weten van UFC 309. Jones versus Miocic. Okay, main The event, kom Oh, jawel. Bo -nickel tegen Paul Gregg. Ik weet niet of het de main card is. Nou nee, waarschijnlijk zijn het gewoon de partij. Maar ik vond... Uh, ja, Bo Nikkel, Paul Gregg. Die stuurde hij laatst al door. Ja, vind ik een leuk gevecht. Want... Prima. Bo -nickel heeft op zich wel prima hands af en toe. Maar wat ga je doen met Paul Gregg op de grond? Ja, gewoon vasthouden. Maar is die jiu-jitsu van Bo -nickel zo goed dat hij Paul Gregg moeilijk kan maken? Ja, man. Ik denk dat hij hem gewoon controleert in close guard, half guard. Ja. En dat Paul Craig geen antwoord heeft. Ben benieuwd. Verder, wel leuk gevecht. Hoor. Wel leuk. Als ik kijk naar de andere partijen. Ja, jongens. Chris Whiteman, Eric Sanders. Of Eric Anders. Yeah. Verder, voor de rest vind ik het wel gewoon niet echt uh, top. Maar, maar die Mickey Gal is tegen die, uh, die guy vanuit Gams. Dat is Jim volgens mij. Die Ramiz Brahimash. Ik ken hem niet. Niet? Oh nee, ik dacht dat hij dat was, man. Nee, ik oh, dacht was die... Ja, maar ik dacht dat dat die guy was. Die zo hard knock-out ging tegen die Oliveira. Oh ah, nee Maar anyway ja, Prima kaart Ik hoop dat er gewoon nog Leukere gevechten komen Maar de main event Ja Stipe John Jones 16 november is Ik zou er dus echt van genieten Als John Jones gewoon daarna zegt Ik hoop het echt man Stop gewoon de gewoon. Hele, gewoon iedereen boos maken Dan ben je de goat En dan is het klaar Vind ik wel Verder had je ook nog uh, Oké okay, we hebben nu allebei Vechten moment van de week gehad hè Ja Ook laatst Belal Mahamed bij Demetrius Johnson Hij zei dat Demetrius Johnson Een slechte analist was Ze hebben samen Een aflevering gemaakt Wie de beste picks had wie heeft gewonnen uiteindelijk? DJ, man. Ja? Yeah? Oh, DJ had, uh, had Ortega fout, maar had Shevchenko en rap goed. En uh, belaad voor die en meenemen de andere, andere persoon. Dus hij had, laatst op had vandaag op zijn Insta gepost van uh, Demetrius Johnson. Uh, yeah? weet ik veel. Ja? Oh, loef ik, Maar Dat zou ik zo checken. Ik heb grappig. gemist. Hé, hey, um, en dan gaan we over naar het laatste segment. En dat is... Wat zijn jouw aanraders van de week, uh, Sammy? Oké, okay, mijn aanrader van de week is een, uh, als eerste het gevecht. Deze wilde ik al heel lang uh, gooien. Uh, vooral omdat we toen ook Khalil Roundtree hadden tegen Alex Pereira. De volgende pay-per-view. Khalil Roundtree tegen Gokhan Saki, man. Ik denk dat veel mensen die partij niet hebben gezien. Volgens mij Gokhan's tweede partij in de UFC. Daarna ook niet meer in de UFC gevochten. Uh, Gokhan Saki is sowieso legend. Ja, legend kickbokser, maar geen legend MMA Laten we dat eerlijk nee, zijn. Nee, maar wel gewoon uh, legend kickbox inderdaad. En uh, ja, die partij... Uh, nou, je kijkt er maar zelf terug man, Het, is, het duurt dit ook niet heel lang. 1 minuut 36. En dat was uh, ja zijn tweede ufc partij toch? Ja, zijn tweede. Ja, zijn tweede en zijn laatste ufc partij Dat dus was mijn aanrader, check die. En dan uh, aanrader qua Netflix-serie was uh, Lover Stalker Killer volgens mij. Ja, weer zo'n gekke uh, zo'n gekke mindfuck. Uh, ik ben niet zo goed. Gaat het goed met je broer? Nee. Maar oké, okay, dus clear round 3 tegen Gokansaki en wat zei je nou? Hoe heet die serie? Stalker Killer. Ik ga hem opzoeken. Oh, uit. Uh, mijn uh, gevecht van de week is. En dat is vanwege onze John Jones. John Jones tegen Quinton Jackson. Dat heb ik als partij. Want die hele hype op naar, dat, naar die partij. En dat John Jones Rampage eng vond. En weet ik het allemaal. Dat, dat maakt voor mij die partijen. Dat ik dacht, nou laten we die even terug gaan kijken. Uh, om te zien. Waarom John Jones de greatest of all time is. Want als je uiteindelijk dat doet met Rampage Jackson. Ja, dan ben je gewoon Rampage Legend, man. Ja, Rampage. Sowieso. Die mag echt in de podcast komen. Cool. En als uh, serie heb ik die staat op Disney Plus. Snowfall. Gaat over Franklin Saint. Hij uh, is drug dealer. Maar je ziet helemaal zijn opbouw. En er zit ook een storyline achter wat waar gebeurd is. En gewoon één van de dikste series die ik heb gezien. Er zit een beetje een thema tussen onze aanraders. Ami heeft altijd uh, drugs, uh, criminaliteit. En ik heb de rare moord, moord, uh, vermiste shit. Ik heb Jimmy Savile gehad. Lover, stalker, killer, die okay. ja. uit. Verder volgende week komen wij met een preview op UFC Parijs. En nou denken jullie waarschijnlijk, hey, waarom komen jullie met een preview op Moicano versus Benoit? Ja, nou, omdat William Gomis tegen Joanders en Brito opstaat. Misschien daarom. Nee, uh, wij komen met de preview erop. Want... Oh, oh, sorry, man. Ah. Oh, joh, gast. Ik laat nu even de. Oh, joh. Yes, Kijk, man. Ik liet even de beelden zien van, uh, van Aldana, man. Op, op die sneepaar voorhoofd. Oh, Oké, okay. oh, ik ga sorry, even man. verder. Maar we gaan sorry, dus man. naar UFC Parijs. Kut. Uh, in die aflevering komt ook een stuk waar we gaan vooruitkijken. Zo'n 20 minuutjes, denk ik, 25 minuutjes, yes. samen met Oki Bollagi op zijn partij in Parijs. What? Juist. Kijk de aflevering dan snap je. het. Ja, juist. En uh, Oki Bollagi, de zulu gangster. warrior De zulu warrior So <laughs> I plan to go to the fight and uh, be ready for it. Een jammer ding, Shemaine de Randami stond ook op de kaart. Helaas geblesseerd, uitgevallen. Jammer voor ons. Helaas, desalniettemin. Ja, ja, jammer voor, uh, voor iedereen, man. Maar wij zijn daar aanwezig. Bij UFC Parijs. Als pers. Yes. PDK is daar. Verder hebben we eigenlijk niet zoveel te zeggen. Ik was ook aan het kijken, maar uh, weinig. We hebben eigenlijk alles gehad, man. Ja. Like, subscribe. Gooi die 5 sterren op Spotify. Nog maar een x-aantal abonnees en dan zitten we op 5K. Ja, op man. Mensen 5 5K. Man. 5 is bijna 10. Als we die 5K hebben, pff, dan gaat. De Snap je? Kunnen wij ook weer huur betalen. Snap je? Dat is ook gewoon lastig deze tijd. En shout-out jullie allemaal. Like, subscribe. Gooi die 5 sterren op Spotify. Laat ons weten wat je van de aflevering vond. En laat ons vooral weten wat jullie vonden van de partijen op UFC Noche. En één dingetje nog voordat ik afsluit. Ik kreeg wat uh, DM's en een paar mensen zeiden van alles. Van dat ze het een saaie partij vonden... sugar tegen Marab. Daar ben ik het niet mee eens. Niet. Je kijkt MMA... vanwege mixed martial arts. Dus worstelen hoort erbij. Ground riding hoort erbij. Alles hoort erbij. Wil je dat niet kijken? Ground riding? Whatever bro. Iemand zei dat op Twitter. Dat vond ik wel een leuk woord. Wat? Ja man. <laughs> maar anyway. Dus als je MMA kijkt... moet je het accepteren... dat jiu-jitsu worstelen... een onderdeel ervan is. Vind je het niet leuk? Oh ja, kan. Maar dan moet je geen MMA kijken... Zouden jullie allemaal. Yes mensen. We hebben nu 4935 subs. Nog 65 subs. En we hebben 5k man. 5k subs. Bij 5k. Klik op die subscribe knop. Is helemaal gratis. Bij 5k. Gaan we helemaal niks doen. Maar we waarderen jullie wel. Klik op die subscribe knop. Helemaal gratis. Is niks aan verbonden. En dat uh, support je ons man. Dus ja. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En uh, tot de volgende voor die 5 subs, Wat spotify, like, subscribe. Laat ons we weten wat je we van de aflevering vond. En tot de volgende So